Ondertussen is het eerste uitzending in het nieuwe jaar en wij zetten traditiegenijnde lijnen open. Ik ga dus zo even kijken wie er wat willen zeggen over 2024. Maar eerst hoor ik, schakelen we even met Noord-Holland. We schakelen met dijkgraaf Remco Bosma, dijkgraaf in Noord-Holland. Meneer Bosma, hoe gaat het daar? Dolf, ik sta hier op de dijk bij het Markermeer. En, ja, het gaat er echt om spannen. Ja. We zijn hier met man en macht bezig, ja. Maar ik denk dat het ons gaat lukken. Ja. Ja, het is een unieke kans. Wij gaan Volendam teruggeven aan de natuur. Mooi, dank u wel. Dan gaan we het hebben over het nieuwe jaar. Wij openen de lijnen. Met wie spreek ik? Sigrid Kaag. Ah, mevrouw Kaag, ja, u gaat weg. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Ik hoop dat er een einde komt aan dat vechten, ja. Dat strijden, dat elkaar naar het leven staan, dat slagveld, dat strijdtoneel, dat krijgsgebied. Ik ben er doodmoe van. Ja, u bedoelt de oorlog tegen Hamas? Nee, ik bedoel het Binnenhof. Ik moest daar echt weg. Even rust en ontspanning. Wat gaat u doen? Ik ga naar Gaza. Mooi. Duidelijk. Volgende beller. Ja, gaaf. Hallo. Hey, gaaf. Leuk. Ja. Meneer Rutte. Ja, gaaf. Ja, ook u gaat weg. Ja, heel gaaf. Ja, maar ik bel even over Khalid Kassem. Ik begrijp dat hij duizenden euro's heeft betaald om een ambtenaar iets slechts te laten doen. Nou, dat wordt gezegd. Ja, ja, daar begrijp ik helemaal niks van, meneer Jansen. Ik heb ambtenaren 13 jaar slechte dingen laten doen. En ik heb er geen cent voor betaald, meneer. Helder. Next. Ja, Ulrika Menig hier, de bedenker van de krompoes. Kruising tussen het croissant en de tompoes. Ja. Wat gaat u doen dit jaar? Nou, ik kom met iets nieuws. De Olox. De Olox? Ja, dat is een kruising van een oliebol en een rookworst van Unox. Lijkt mij geen goed idee. Nou, het is dus een vlezige staaf. Ja, ja. Zo vlezig, zo'n staaf en dan met van die grote, ronde rozijnen. Ja, ja. En dan zo'n kwak poedersuiker erop. Dank u wel. Volgende beller. Ronald Plasterk. Ah, informateur Plasterk. Ja, dit wordt uw jaar. Ja, en ik bel met goed nieuws. De onderhandelaars zijn eruit. Er ligt een akkoord over de grondwet. Wow, dus alle partijen onderschrijven wat er staat in de Nederlandse grondwet? Dat niet, maar ik heb ze een ander document voorgelegd en daar kan iedereen zich goed in vinden. En dat is? De grondwet van Myanmar. Mooi, volgende beller. Ja, met Gerben uit Nieuw-Leuzen. Ah, Gerben. Ja, ik weet niet of iedereen dit weet, Gerben. Jouw auto is uitgebrand nadat je vorige week in Duitsland illegaal vuurwerk had gehaald. En toen in de auto een sigaret had aangestoken. Ja, ik dacht dat het een sigaret was, maar ik pakte per ongeluk een Romeinse kaars. En toen was het boom. Ja, maar sorry, Gerben. Gerben, zoiets kan je toch op je vingers natellen? Ja, toen kon ik dat nog. Ja. Maar Gerben, het is toch heel dom? Ik bedoel, dat moet jij toch ook onder ogen zien? Ja, theoretisch gezien zou ik dat onder ogen moeten kunnen zien, ja. Waarom ben je nog zo ontzettend vrolijk? Nou ja, omdat ik niet meer met het verkeerde been uit bed kan stappen. Dus twee duimpjes voor 2000 okay. Of één duimpje. Ja, één. Nou, gelukkig nieuwjaar in ieder geval. Thank you. Hello? Hello, Dolf. Bill Clinton. Ah, Bill Clinton, voormalig president. U gaat een moeilijk jaar tegenwoord. Uw naam wordt genoemd in documenten naar het onderzoek van Epstein. Jonge meisjes werden geprostitueerd. En... Right. En daarom wil ik weten, is er nog plek bij jullie, bijvoorbeeld in Ter Apel? Nou, niet veel, vrees ik. Maar ik moet weg uit de US en ik zou graag naar de Netherlands komen. Ik wil ook graag bij jullie komen werken. Ik hoorde van een mooi television program. Zou daar misschien nog plek zijn om te komen? Welk programma? The Voice Kids, Nee. Volgende beller. Wie heb ik aan de lijn? Lekkere geitenpilletjes voor me met Gerard Joling. Ja, fijn. Gerard, jij was in het nieuws omdat er bij The Masked Singer iemand in een pak zat en daar had jij het een keer mee gedaan. Ja, dan hoef je er niet zo verbazen te doen, dunne deegslier. Nee, het zou pas nieuws zijn als er iemand in zat waarmee ik het nog nooit had gedaan. Gaat het, Gerard? Oh, ik heb er de kracht niet meer voor. Nee. Maar, ouwe VGP's van me, ik bel heel even over die Olox. Ik heb een vraag. En dat is? Kan je die ook anaal inbrengen? Oh, wat erg! Nou, zeg het maar. Ik heb zo'n zin in een rustig jaar. Hè. Ik heb 6 maanden lang, 5 dagen in de week, heb ik opgetrokken met een of andere ADHD-debiel. Niet te doen. Compleet een rood gek werken van emmerlullen, een totale psychopaat. En nu heb ik even een heerlijk rustig jaar met niks. Wie is dit? Dit is Lebbes, lul! Volgende beller. Met Maxima Zorreguieta. Ah, majesteit.
ik bel even over die oorlogs. Ik heb daar totaal geen behoefte aan. Waarom niet, majesteit? Omdat de combinatie van een oliebol en een worst, daar ben ik al mee getrouwd. Oké. En daarover gesproken, uw man... Die wil die oorlogs wel. Maar die eet werkelijk alles wat los en vast zit. Mm. Weet u hoe wij hem noemen na de kerst? Nee. Drie koningen. Dank u wel. We sluiten de lijn. NPO Radio 2.